onverwachts heerlijke dag. Nu is ze aan het keten. Het is echt heel lekker zonnig. En we hebben een lekker badje voor Niels hier. Dus hij is lekker aan het spelen. Ik zie een pommetje. Dus we zijn echt extra aan het genieten, omdat het zo onverwachts lekker is. Koffiekopje. Sven en ik hebben net boodschappen gedaan bij de Lidl in de buurt van Calais. Dus was even een stukje rijden, maar we hebben onszelf vandaag getrakteerd op een milkshake van de Mac. En Niels heeft weer niet echt geslapen vanmiddag. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij heeft ongeveer 3 kwartier geslapen in de kinderwagen. Maar in zijn bedje wilde hij niet. Maar goed, het is de moeier is hij voor vanavond, zullen we maar zeggen. Sven is lekker lasagne aan het maken. We zullen zo vanavond toe gaan. Met de chef. Prachtige lasagne gemaakt. Hé, chef. Dus wij gaan weer lekker genieten van de zon en zo meteen van het heerlijke eten. Nom nom nom. Goedemorgen, het is dinsdag. Dinsdag. En ik zit lekker te ontbijten met Niels. Hé, hey, Niels. Nee. Nee. Ik zie het niet uit. Ik heb een beetje kriebels aan mijn neus. Ja, ochtendsverkoudheid. Heerlijk geslapen. Allemaal. En ik zit nu... Nee, ook niet. Oh, ook niet. En ik zit nu lekker te ontbijten. Nee. Daar zit Niels te ontbijten. En dit is mijn ontbijtje. Soja yoghurt met muesli en truifjes. Nam nam. Hallo, wij zijn in Calais. Calais de gekste. Was vandaag regen voorspeld. Hé, hey, leuk. Kijk dan. Hier. Ja, dat is er een hoor. Dat is een mooie. Wacht, die ga ik ook vast weg. Dat was wel mooi. Dat hadden ze op al die hekken moeten kladderen. Wij zijn dus in Calais. Daar zijn natuurlijk heel veel vluchtelingen die hier ook stranden omdat ze niet verder kunnen. En dat zijn dus ook best wel gevaarlijke taferelen. Dus je ziet echt overal hekken. Dat is best wel bizar. Oké, hallo. Allemaal hekken omdat ze op treinen klimmen en op vrachtauto's en van alles. Dus, maar het is helemaal, het ziet er heel, Niels was even naar me aan het wijzen. Het ziet er heel bizar uit. Maar we zijn nu in Calais. We gaan even kijken, want het schijnt een mooi oud centrum te hebben. Want er was dus regen voorspeld, maar het is gewoon, je ziet het nu niet, maar misschien ziet het zo wel. Het is gewoon zonnig. Ik heb baalde zonnebril niet bij, heb jij ook? Hè? Dit is trouwens project Baard. Ik zal het even laten zien. Project Baard, dag, dag 36. Oh, ik mag het niet filmen. Nou, laten we zeggen dat hij er nog geen vlecht in kan leggen. En dat het waarschijnlijk ook niet gaat gebeuren. Maar nee, we gaan hier even lekker rondkijken met de club. Dit is het stadhuis. Hier staat al in het perkje. Daar heb je dus een Engelse telefoon zo, je kunt zien. En daar achterin, je kan zien, maar daar staat ook een Engelse bus. Hij heeft bij een speeltuintje gestopt. In dit parkje. Kom, we gaan er even door. Glijbanen en zo. Ja, natuurlijk leuk. Nou, we zijn dus in Calais. Ik zou zeggen niet per se aanraden, maar het water stijgt hier dus met eb en vloed 8 meter. Dan kijk ik, dan is dit dus het effect. Ga ik even laten zien. Die bootjes liggen dus gewoon op het zand nu. En straks stijgt het water. Zitten ze weer in het water. Daar lopen de heren. Maar het is verder redelijk... troosteloos geheel. Daar is een herdenkingsmonument voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar in ieder geval soldaten. Ik had niet eens van deze afstand, maar in ieder geval een beetje oneerbiedig tussen allerlei netten en met meeuwen en zo. Maar goed, ja, we gaan nu nog een stukje lopen en dan gaan we ergens even lunchen. Dan gaan we weer terug en dan moet Niels natuurlijk slapen, voor zover die gaat slapen, maar goed. Ik vind Niels natuurlijk fantastisch, dat begrijp ik ook. Oei!
Sorry voor de overlast, de buren zijn aan het klussen. We zijn weer in het huisje en het is gewoon super lekker. Dus ik heb gewoon weer een hemdje aangedaan. Korte broek. Want ik werd echt... Zie je dat, korte broek? Ik heb geen idee. Want ik had gewoon echt bloedheet in mijn shirt en in mijn broek. Dus we zijn hier heerlijk. Mijn moeder zit nog in de auto met Niels. Ik heb er een boekje gebracht en wat water. Want Niels ligt nog te slapen. En nou, tussenmiddagslaapje is een beetje dramatisch in bed. Dus nou, laten we gewoon lekker even in de auto liggen. Maar dan wel met deuren open en mijn moeder erbij. En nou ja, als het te lang duurt, dan neem ik er wel even over. We zijn in Calais. We zijn niet per se echt een aanrader. Maar we hebben heerlijk geluncht. Ik heb een buff bourguignon op. Dat is... Frans stoofvlees. En dat vind ik echt heerlijk. En Sven en mijn vader hebben mosselen op. En mijn moeder een vissoepje. Dus iedereen was helemaal in zijn element. En er waren een soort fonteintjes waar Niels heel in speelde. Dus ja, en nu ga ik lekker een boekje lezen. Zo lekker. Waar is nou de rode? Daar heeft hij iemand gekeken, zag ik. Kijk, let op. Let op. Waar is naar de blauwe? Ze alle lunchen. Zo'n tuinslang en dan zo'n rolding erbij, loopt hij ook de hele tijd mee. Oh ja. Het is lekker in de tuin. Hij is lekker buiten aan het spelen, Niels. Het heeft net een beetje geregend. Dus Niels heeft even zijn laarsjes aan. Dit is je favoriete plek. Goedemiddag, het is woensdag. Woensdag. Ja, gisteravond zijn mijn broertje, mijn oom en het vriendinnetje van mijn broertje aangekomen. En Martin, de vriend van mijn ouders, is vanmorgen weggegaan. Dus we hebben weer een iets andere groep, maar haar zit niet. Het weer is ook iets anders. Het is op zich nog wel prima temperatuur, alleen het heeft geregend. Het is nu gewoon droog, maar het heeft wel geregend. Dus Niels is nu druk bezig. En we zijn vanmorgen even naar een marktje geweest. Een soort yoga pose. Vanmorgen even naar een marktje geweest. Hier in het dorp. Een restaurantje uitgekozen. Tenminste, dat had ik al via TripAdvisor begonnen. Maar we hebben even gecheckt en gereserveerd. Voor morgenavond. En ja, vandaag is verder een dagje rond het huis. Tenminste, we zijn dus vanmorgen de deur uit geweest, maar de rest van de dag lekker rond het huis. Ik ga denk ik even een boekje lezen en denk we nog spelletjes gaan doen. We gaan even een tafelvoetbaltoernooitje opzetten. Mijn broertje en Sven is nu even een wandelingetje maken aan het strand. En Sven is even aan het werk. Niels en ik zijn buiten. Zelf krijg ik wel een beetje fris te krijgen zo. Dat is heel fantastisch. Meer. Dat wilde ik hem vertellen. Niels kan heel veel woordjes nu. Niels kan ik ineens echt deze week zoveel nieuwe woorden. Mier is een van zijn woorden. Mier. Maar echt van alles. Nou, hij heeft net Ruud geleerd, zo heet mijn oom. En dat kan ik dan ook meteen. Maar echt heel veel woorden. Ik kan er nu niet allemaal opkomen. Buiten. Buiten, ja, buiten. Wilde hij alleen maar naar buiten. Beetje, ja, nee. Nou ja, nee, hij kan, nou ja, ja, nee, kon niet al, maar nee, echt heel veel woorden. Ik kom er nu niet op, maar echt heel veel. Het is echt heel leuk om te zien. Vorig één keer per jaar zie ik die wel goed kennen. Spelletjesavond. Die nam het iets te luchtig op. En ik er was van huis uit erg op aangenomen voorbereiding. We hadden wel wat gedaan. Goedemorgen, het is donderdag en het is een beetje dralerig vandaag. Wij zijn al wakker, dat wil zeggen Sven zal gaan hardlopen, denk ik. Hij heeft geen gedachte gezegd, maar dat denk ik. En Niels zit lekker te ontbijten en mijn oom is ook al wakker. En ik zal even mijn ontbijtje van vandaag laten zien. Zoals elke dag is het yoghurt, het is dan sojayoghurt, omdat ze niks anders lactosevrijs hebben hier. En een bakje thee, en er zitten banaantjes in en druifjes en muesli. En Niels zit in een bak kwark. Lekker. Oké, dit. De ding is omhoog, hè? Ja, lekker staat omhoog. Tafelvoetbaltoernooi. Ja. Moet ik lopen nu al hoog op. Yes, we hebben gewonnen. Haha, Sven en ik. Mijn vader zei dat hij vond dat ik de meeste doelpunten had tegengehouden. Ik moest keeper zijn. Ik zal even mijn outfit vandaag laten zien.
Dat zegt trouwens wat, want ik heb echt geen talent voor tafelvoetbal. Maar... En dit is mijn outfit van vandaag. Dit shirtje van And Other Stories. En deze broek is van Bershka met zo'n hoger ding. High-waisted jeans, zocht ik. En mijn haar heb ik eigenlijk los, maar voor de overhitte finale had ik het even vastgedaan. En daarna ga ik met Sven en Niels naar het dorp. Niels eet alvast een broodje, maar Sven en ik willen bij Amerikaan. Mom, nom, nom, nom. Dus dat gaan wij in het dorp eten. Maar eerst ga ik mijn nagels veilen. Ik zie mezelf nog dubbel. En dan gaan Sven en ik daarna even met z'n tweeën wandelen. En dan blijft Niels hier. En dan gaan we vanavond lekker uit eten. En morgen ga ik shoppen met mama. En dan gaan de rest van de mensen gaan het aquarium in. Ik hou niet zo van aquaria. Maar Niels vindt het fantastisch. Sven vindt het fantastisch. Mijn broertje vindt het fantastisch. Dus een hele goede win-win situatie. En wij gaan, we gaan eerst met z'n allen even de oude stad bekijken van Boulogne-sur-Mer. En dan gaan mama en ik daarna shoppen. Ik zag dat Sephora zit, dus kan niet beter. Ik zit me ineens te bedenken dat het al donderdag is. Dat ik eigenlijk gisteren de vlog deel 1 had willen afsluiten. Dat heb ik dus niet gedaan. Dus of dit wordt de afsluiting van gisteren en die film ik dan vandaag. Of het wordt vandaag de afsluiting. Dan moet ik even kijken wat tijdtechnisch handiger is. Maar ik hoop dat jullie dit eerste deel van de vakantievlog leuk vonden. Volgende week komt het tweede deel online. Dan ga ik nu ook meteen weer verder mee met filmen. En ja, dan zie ik jullie heel graag volgende week weer. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. En abonneren, dat zou ik fantastisch vinden. Doei!